Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag. En ik had gisteren nachtdienst, dus ik heb flink uitgeslapen. Ik had bij Jani geslapen. En we hebben gewoon lekker gechilled. En nu ben ik in de auto onderweg naar Char. Vriendinnetje van ons is bevallen. De eerste in de vriendengroep. Dus we gaan nu met z'n allen de baby bewonderen. Hij heet Leo James. En hij is helemaal gezond geboren, gelukkig. En ik ga nu Biba ophalen en dan gaan we erheen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd. Nee, heel glad. Kijk, anders een meel. Hij is wel een beetje gelig dan, maar dat is het enige. Dat hoort ook wel weg te trekken hoor. Goed, wat is het dan? Gewoon goed bij het hoofdje. Je moet het ook pakken. Bij het hoofdje. Ja. Hij is heel licht hoor, dus het is echt een. Ah, een baby. Nee. Ja. Oh jongens, ik kan gewoon niet wakker worden. Ik ben wakker, maar ik ben het niet. Ik moet sporten, dus ja, ik moest wel uit bed. Gelukkig heb ik dat staan. Anders ik echt blijven liggen denk ik vandaag. What the fuck? Oh, ik kreeg even paniek. Mijn auto startte bijna niet. Maar goed, ik ga eerst tanken en dan naar Kim toe. Wel nu hard aan het trainen. Ja, heel hard. En wat voel je nu precies? Weinig lucht. Oké. En verder? Verder buikpijn. Oké, ik wou net zeggen. Anders dan zou ik wel even nog wat zwaarder doen voor je. Nou, ik kan wel iets zwaarder, denk ik. Ja? Fantastisch. Pak maar 16 kilo. Ja, eerst buikje. Oké, doe maar. Terug te komen op een nieuwe verslag met mij, Kim Betvee. Waar ging het over? Ja, jongens, ik heb een update voor jullie. Ik ben namelijk Justina tegengekomen op het festival van Palmundo, waar Zoe ook was. Was wel leuk verder zo, toch? Superleuk, jullie moeten hier echt naartoe. Helemaal happy peppy, helemaal meegezongen met Ozuna. In ieder geval, Justina was daar ook. Idioot. Hij kwam helemaal blij mij groeten, maar ik had echt zoiets van, ja, pik maar niet bellen. Toen, toen ben ik even met mijn vriendin naar een andere stage gegaan. Blijkbaar, of hij is ons achter daarna gelopen of wat dan ook, ik weet het niet, maar meneer keek naar boven en wij stonden ergens boven op een trap. En toen kwam hij naar me toe. Me van achter knuffel geven, wilde me een kus geven, weet ik van dat. Ik dacht, ik heel wat mee aan het doen. En toen zei hij, ja, ik ga nu even door naar een andere stage. Gaan jullie even mee? Toen zei ik, nou nee hoor, ik sta hier prima. Dus, lang verhaal kort, Kim Bensveen heeft zich fantastisch gedragen. I don't care. En vanaf nu ben ik op Holive. Nee, ik ben niet letterlijk op Holive. Ja, oké, okay, nou ja. Je bent gewoon Hot Girl Summer. Hot Girl Summer. Hot Girl Summer. En ik ga jullie nu updates geven. Want ik praat natuurlijk nu wel met meerdere mensen. Ik vind dat je nooit op één paard moet wedden. Dat doe ik nu dus nu ook zeker niet. Ik wed nu op een stuk of 5 paarden. En ik ga er. Hè? Nee, maar dat maakt niet uit dat ik mezelf expose. Kijk, ik heb er geen gemeenschap mee, hè? Laten we het netjes houden. Dat doe ik allemaal niet. Maar het is wel dat ik gewoon, ja, ik vind het gewoon gezellig om met lekker met iedereen te kletsen. En als ik er van één denk van, kijk, jij bent potentieel deelnemer weer, dan skip ik de rest, want zo ben ik wel. Want ik vind het nooit eerlijk om dan met iedereen te praten. Dat doe ik wel echt oprecht. Maar nu, I don't care, dus ik praat lekker met iedereen en dat is mijn update. Nee, oké. Okay. Ja, dat was het. De grond raken op. Uit, 1, 2. Schoenen eindelijk. Ik bedoel niet eindelijk van ik heb eindelijk nieuwe schoenen, want ik heb echt geen nieuwe schoenen nodig, maar
Ik heb wel eindelijk de schoenen die ik wil. Deze staan al zo lang op mijn lijstje. En nu heeft Voltaire sneakers en ik denk, nee, maar ik was er daar zo blij mee. Ik wilde ze echt elke keer bijna gaan kopen. En dan iets in mij weerhield mij ervan of zo. Maar goed, ik heb ze. Zo blij. Adidas Campus Zero's. En ik denk dat ik deze denk al een half jaar geleden wilde of zo. Nee, een half jaar is overdreven. Maar wel echt wel een paar maanden wil ik ze. En elke keer denk ik, Ik wilde ook geen geld uitgeven aan nieuwe schoenen, want ik heb zoveel schoenen. En ik heb zoveel schoenen die ik dan maar heel eventjes draag. En dan daarna niet meer. Maar ja, nu wilde dus Voltaire met mij samenwerken. Nou, ik sprong een gat in de lucht. Ik dacht, ja, dat wil ik. En ik ben heel blij dat ze mij gekozen hebben voor deze samenwerking. Want ik ben zo blij met deze schoenen. Ik wilde ze echt zo graag. Kijk dan hoe leuk. Ze lopen volgens mij wel een stuk lekkerder dan Dunks. Oh, deze lopen heel lekker. Ik heb even getest. Ze lopen echt lekker. Oh my god, ik ben echt verliefd. Ja, Nien en ik gaan eventjes de deur uit nog. Gaan even iets kleins choppen, denk ik. En misschien nog even chillen. Ik heb dit shirt aan van Worst Behavior met mijn tas van Balenciaga. En mijn nieuwe schoenen. Oké, let's go. Okay, het is donderdag. En tot nu toe heb ik echt weinig gefilmd deze week. Maar jongens, ik ga dit weekend goed maken. Want dit weekend ga ik naar Tomorrowland. Wat heb ik aan vandaag? Ik heb dit leren jasje. Ik ben trouwens weer helemaal Zara. Zara. Ik geef even een besef momentje. En mijn nieuwe schoenen van Voltaire Sneakers. De Adidas Campus Zero's in black. En ik ben verliefd op mijn nieuwe schoenen. Ja, wat ga ik vandaag allemaal doen? Ik ga nu naar Fleur. We gaan de video opnieuw opnemen. Die ik vorige week eigenlijk al had opgenomen. Maar toen ben ik al mijn beeldmateriaal kwijtgeraakt. Dus nu gaan we dat opnieuw doen. En daarna ga ik naar de stad. Want ik had dus wat dingen besteld bij de Bershka voor mee te nemen naar Tomorrowland. Maar ik denk dat het niet op tijd binnen is. Dus ik ga het even opnieuw halen, opnieuw shoppen, want ik heb dus nog geen outfit en ik heb stress daarvoor. En daarna moet ik werken. Dus ja, dat is een beetje mijn dag. Ik probeer jullie mee te nemen, maar waarschijnlijk ga ik ook een beetje vergeten. Ik ben dus net even in de stad geweest en volgens mij heb ik het weer niet gefilmd. Vreselijk ben ik, maar goed. Ik heb even een topje gehaald bij de Primark. Deze zijn echt heerlijk, deze topjes. Dus die heb ik even gehaald en die was €3,50. Ik ben bij de Claire's geweest. Echt lang geleden dat ik daar ooit ben geweest. Maar daar heb ik dus even van dit soort steentjes gehaald voor je make-up. En ik heb ook andere kleurtjes en steentjes. Ik dacht leuk voor Tomorrowland. Heb ik nog leuke oorbellen gehaald bij My Jewelry. Want ik heb echt een hele leuke rode broek. En die rode broek ga ik dan combineren met wit topje en een witte boxershort. Maar ik wilde er nog iets leuks bij. Dus ik heb rode oorbelletjes gehaald. Ik weet niet of ze leuk erbij staan. Of het een beetje dezelfde stijl is. Maar ik kan even kijken. En als het niks is, heb ik ook nog een rode bril van de Primark. Leuk toch? Dus die kan ik ook eventueel nog erbij doen. En die bril was €2. En wat heb ik nog meer gehaald? Ja, ik heb dus zo'n boxer gehaald. Bij Uniqlo. Dat is gewoon een mannenboxer. En dat vind ik dan leuk als het dan zo'n beetje boven je broek uitkomt. Als je zo'n low-waisted jeans draagt. Kijk, dit komt er dan zo boven. En die was €7,95 geloof ik. En als laatste heb ik dit broekje even bij de Zara gehaald. Ik zag dit hangen. En ik dacht, oh, dit is zo'n lekker zomerbroekje. Dus die heb ik ook even meegenomen. En die heb ik in de maat S. En dat is een die is €17,95. En ik was dus in de stad en ik wilde eigenlijk nog niet naar huis. Want ik dacht, ja, dan moet ik nu helemaal naar huis rijden. En dan moet ik daarna weer naar mijn werk rijden. Terwijl nu was ik al onder hoek bij mijn werk. Maar ik ben toch maar naar huis gegaan. Want ik moest echt te veel tijd overbruggen. Dus ik ben nu weer thuis. En mijn zus is er verder met de kleintjes. Dus dat is wel leuk. Wat heb je daar? Ik had dit. Oh. Zullen we die dan maar weer? Zo. Die niet hebben. Lekker. Nou, ik denk dat gaat hem zeker lekker niet worden. Nee. Ja, dat gaat wel, maar niet voor. Wordt boos. Ah.
Maar doos. En een beetje link eigenlijk met zo'n elastiek. Van je af, hè? Ja. Ja. Nummer 3. Ja. Zit je helemaal te observeren. Dus nummer 3. Oh, kijk, nou, dat is een meisje. En daar zitten nummer 1 en 2. En dit is nummer 4. Nummer 2. En nummer 1. Hey! Mag dat wel van jou? Mag van jou. Ik mag wel. Ja. Ik kan wel. Ja. Oké, jongens. Ik heb net mijn video bewerkt met Fleur en hij staat op tijd online. Heel blij mee. Mijn neefjes zijn net geweest. Ik heb even een gebakje gegeten bij mijn oma, met mijn familie. En nu ga ik sporten. Ik heb PT met Keer samen bij Kim. Ik heb er zin in. Het wordt denk ik wel een zware PT, want ik ben nog een beetje moe van gisteren, van werk. En ja, PT is sowieso altijd zwaar, maar ik neem lekker mijn pre-workout mee. En ja, ik moet heel nog plassen. Ik ben klaar om te gaan. Ik ga nu naar huis. Ik heb trouwens nog een leuke storytime voor jullie. Ik ga dat in de auto vertellen. Laten we eerst even de auto ingaan. Oké, nou, ik weet niet of jullie mij volgen op TikTok. Misschien heb je het dan daar al gehoord, mijn storytime. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch nog even in mijn vlog over vertellen. Ik was gisteren uit werk, ging ik even naar de Mac. Ik was om 1:30 ging ik weg. En ja, ik had nog een beetje trek, dus ik ging even naar de Mac. Dus ik stond daar en ik had mijn eten gehaald. Maar die chick had mij extra eten gegeven, super lief. Dus ik dacht van, ja, dan moet ik wel even... Ik dacht, ja, dan eet ik het wel even op bij de parkeerplaats, gewoon in de auto. En ik had Gossip Girl op mijn telefoon aangezet. Want ik dacht, ja, dan kan ik gewoon nog even chillen voordat ik naar huis ga. Nou, dus ik sta daar. En er komt een auto met twee gasten erin. Die zet hem zo schuin tegen mijn auto zo wat aan. Maar er was helemaal geen parkeerplek waar hij stond. Dus hij was gewoon letterlijk aandacht aan het zoeken. Het ging hij met zijn lichten knipperen, het toeteren. En ik bleef alleen maar zo voor me kijken naar mijn telefoon. Nou, toen op een gegeven moment ging hij zijn auto wegzetten. Dus ik dacht, nou leuk, beter. Dan kan ik gewoon weer chillen. Maar toch voelde ik me niet helemaal veilig of zo. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon naar huis. Ik eet mijn eten thuis wel op. Dus ik rijd weg. Komt gewoon achter me aan. Dus ze gingen me gewoon volgen, letterlijk. Ze gingen naast me rijden, twee banen. En dan gingen ze toeteren en zo. En op een gegeven moment zag ik ook in mijn ogen hun raam open gaan. Maar ik zat alleen maar zo recht vooruit te rijden. Alleen maar recht vooruit kijken. Ik dacht, ik ga niet één blik gunnen gewoon. Nou ja, op een gegeven moment gingen ze dus voor me rijden. Maar toen kwam er dus een eenbaansweg, zeg maar. En toen vond ik het wel een beetje spannend. Want ik dacht echt van, ja, als hun nu die auto stoppen, zeg maar, dan heb ik een probleem. Want wat gaan ze dan doen? Want dan kan ik geen kant op, zeg maar. Maar gelukkig stopten ze niet. Maar ze bleef wel heel lang achter me aanrijden. Dus ik ben toen rondjes gaan rijden. Op een gegeven moment heb ik Jani gebeld. Want ik dacht van, ja, what the fuck. Ik ga nu niet naar huis. Want als ik naar huis ga, dan weet ze waar ik woon. En ik ga ook niet uitstappen. Want dan ben ik nog kwetsbaarder. Dus ik had hem gebeld. En toen zei hij van, nou, weet je, je blijft gewoon lekker rondrijden. Als ze niet weggaan, dan rij je naar mijn huis. En dan wacht ik gewoon buiten tot je er bent. Stop je voor de deur. En dan hebben ze toch geen kans meer, zeg maar. Nou, uiteindelijk, ik had echt geen zin om helemaal naar Ypenburg te rijden. Ik denk dat ze me dan ook niet gevolgd waren, hoor. Maar ja, toen was ik gewoon aan het rondrijden. En toen gingen ze op een gegeven moment naar rechts. En toen ben ik rechtdoor gegaan. En heb ik gewoon echt, ik denk, 100 km per uur gereden. Op een 50 weg of zo. Maar ja, ik dacht, ik moet gewoon nu even vaart maken. Want anders kom ik er gewoon niet vanaf. En toen was ik thuis en toen ging ik nog helemaal om me heen kijken. Van, oké. Zie ik ze nog? Ik heb hem ook voor de deur gezet. Normaal moet ik best wel een stukje lopen naar de parkeerplaats. Maar ik dacht, nee, dat ga ik nu niet doen. Ik ga hem gewoon echt voor de deur zetten. En toen was ik gelukkig veilig thuis. Maar het is toch belachelijk dat je gewoon niet even chill je vreten kan opeten in je eigen auto. Omdat je gewoon wordt lastiggevallen. Ja, ik vind het echt belachelijk. Ik voelde me niet eens heel bang. Ik werd er gewoon een beetje lacherig door. Omdat ik gewoon in mijn auto zat. En dan voel je je best wel veilig. Want die is gewoon op slot. En zodra zij dicht bij de auto komen en ze willen wat proberen, kan ik ze altijd aanrijden. Zeg maar, zo denk ik dan. Maar toen, zeg maar, die eenbaansweg kwam en ik achter hun reed, dacht ik wel eventjes van, ja, wat nou als we nu remmen en gewoon die auto op de blok gooien. Dan kan ik er niet meer langs. Dus ja, toen had ik wel even paniek, lichtelijk. Maar goed, het is goed gekomen. Maar ik vind het echt belachelijk. En als er nou toevallig een van dat soort jongens zit te kijken, hè, die gewoon meisjes 's nachts achterna rijden, lastig vallen, toeteren, fluiten. Wat denken jullie, zeg maar? Zijn er dan meiden die echt instappen? Dat vraag ik me af. Zeg maar, denk je nou echt dat ik de auto uitga en bij kom zitten in de auto of zo? What the fuck?
Maar ik had het erover met vriendinnen en die zeiden van ja, ik denk dat wij gewoon echt ons vergissen hoeveel meiden er dus wel instappen. Het was waarschijnlijk niet eens een gevaarlijke situatie, maar het was gewoon, ik zou het nou ook niet vertrouwen, zeg maar. Nou ja, dat wilde ik even kwijt. Ik wilde dat even met jullie delen, want ik was echt flabbergasted. Nog steeds trouwens. Maar goed, dat was weer een ervaring rijker. Kijk, daar is onze curb. Ben je ready? Scoop je citroen in. Oh, ik moet nog scoopen hoor. Ik heb dat gedaan, want dan werkt het lekker in. Hallo. Hi. Hele geile groep. Hey, Jackie. Ja, ja, de ladies zijn lekker bezig. Wat is dit? Ik heb geen idee. Jij bent de PT. Ik ben nu thuis en ik ben eventjes lekker Gossip Girl aan het kijken. En ja, mijn moeder haalt het altijd zo volle snacks. Sorry, maar wie had er nou deze drop? Ik vind het zo niet lekker. Ik hou echt van zout erop. En dit vind ik ook echt zo goor. Maar ze haalt dit altijd. Daar baal ik echt van. Maar misschien maar beter. Maar ik zit te wachten op mijn eten. En het duurt zo lang. Ik heb eten besteld. Ik heb trouwens mijn wimpers nu gedaan bij de tante van Maria. Jamila heet zij. En het was echt heel erg gezellig. Maria heeft echt een leuke tante. En mijn eigen wimperstylist is op vakantie. Maar ze heeft het echt super mooi gedaan. Echt net zoals ik het normaal eigenlijk heb. Ja, echt heel erg blij mee. Maar goed, ik heb dus nu wel heel erg honger. Want ik ben best wel lang daar geweest. Dus nu moet ik even wachten nog mee eten. Maar ondertussen ga ik lekker Gossip Girl kijken. Oké, we gaan beginnen met The Journey to Tomorrowland. Want ik weet niet wat ik mee moet nemen. Ik weet echt niet wat ik aan ga doen. Ik heb niks gefilmd van mijn voorbereidingen. Want ja, het was hier echt een inloophuis. Mijn tante kwam, mijn oma kwam, mijn moeder. Dus ja, ik heb eigenlijk geen tijd gehad. Oh, nu komt mijn nicht ook weer aan. Dus ja, jullie zien morgen wel wat ik aandoe. Ik ga morgen wel voor jullie filmen. En ja, dat was het. Deze knakker is ook aangekomen hier. Deze knakker. Wij gaan zo lekker al rijden naar België. En dan gaan we lekker zwemmen, lekker eten. Dan gaan we lekker slapen. En daarna, en de volgende ochtend, gaan we lekker vissen. We zijn gearriveerd in ons hotel. We zitten in het Van der Valk. En heel jammer dat dit een spleet heeft. Dat betekent dat wij samen op één helft gaan liggen. Nee, jij je eigen helft. Ik op jouw helft erbij. Kom nou. En we hebben een spiegel. Twee salaris. Ja, iedereen. En we gaan nu eten. En dit is de badkamer, you know, you know. We zitten in... Heb ik met Tilly? Weet ik niet. Nee. Nou, we hebben alles al. Nee, niet veel. Oké, mam? Tiende. Ja, wat moet ik doen? Voorlezen wat erop staat. We hebben fortune cookies. Oh. Een 10? Nou, geen 10 hoor. Wat wil u die ding? Goed. Een oude bekende gaat weer deel uitmaken van je leven. Nou, dat is het. Oh, nou, waarschijnlijk Danielle van der Does. Nou, die zit toch alweer in. Oh, die zit alweer in je leven. Ja. Oké. Okay. Ja, ben benieuwd. Bij jou? Ik wil nog kijken. Je zult succesvol zijn in alles wat je doet. Nou, dat ben ik al. En jij? Er liggen altijd kansen voor je. Altijd top. Kansen voor je. Ja. Top. En jij? Oké, ik ga wel voor papa voorlezen. Oh, nou ja. Hier, doe maar zelf dan. Ongeluk, ja. Oké, kan je hem zelf even openmaken dan? Maak even open, want de camera loopt. De camera draait. Je bent live. Is dit de eerste keer op mijn vlog? Nee. Je dochter betaalt de rekening. Alweer toch? Wat staat er? Je gaat met het kartje. Een hechte vriend is de basis voor de zangles. Wat dan? Een hechte vriendschap is de basis voor je succes. Een hechte vriendschap. Ja. Goedemorgen. Vandaag is de goede dag. Ik heb
mijn rode oorbelletje zo in. Hartjes. Topje. Broek. Dit vest hoort er niet bij. En ik hoop ook dat ik die niet aan hoef vandaag. Maar ja, jullie zien het weer al. Het regent. Dus waarschijnlijk moet ik hem wel aan. Maar goed, maakt niet uit. We hebben goede hoop. Excited. We gaan nu eerst lekker ontbijten. Oké, ik ben me nog even aan het klaarmaken. Ik had eerst 2 van die staartjes en ik heb toch maar eentje gedaan. Dus toch iets meer mij. En nu ben ik steentje onder mijn ogen aan het plakken. Maar ik twijfel hoeveel ik er moet doen. Ik denk dat ik in het midden dan, of in hier doe ik denk nog een kleintje. Of even groot misschien. Even kijken of het leuk is. Het is echt een priegelwerkje. Ik heb die dingetjes bij de Claire's gekocht. En dit is gewoon wimperlijm. En die is dus zwart. En dat is wel echt heel dom. Als een steentje eraf valt, heb ik dus een zwarte vlek. Zo. Kijk. Zo is het geworden. Fitcheck. Ik heb dit topje uiteindelijk gedaan van Zara. Oorbellen zijn van My Jewelry. Dit broekje is van Uniqlo. En deze broek is van de Zara mannen afdeling. Poncho's uit Thailand. Ja. En ja, die steentjes heb ik dus van de Claire's. Dus, let's go. Anische outfit. Zara. En dat shirt? Ook. Bershka. Oh, Bershka. Nou, toch nog wat variatie. Verder. Van mij. Nou, we zijn onderweg, maar het is nog helemaal dood. We zijn super vroeg. Volgens mij begint het 12 uur en wij zijn er al. Nee, we moeten nog wel even lopen. Thank you.